Welkom bij de breakout sessie De nut en noodzaak van een nationale productcatalogus. Even voor wat administratieve zaken. Als jullie de presentatie groot in je scherm willen hebben, doe dan even dubbel klikken erop. Dan wordt hij wat groter voor het eerste deel van deze bijeenkomst. Als jullie vragen hebben, dan kun je die specifiek richten aan de mensen die je allemaal voor je ziet in de chat. En dan proberen we die zo goed mogelijk op te pakken in deze sessie. Een warm welkom voor de deelnemers hier aan deze sessie. Anneke van Leeuwen van Rijkswaterstaat, Kim Teunissen van Alba Concepts, Julien Loef van Mandel, Remy Heijer van Insight, Gert-Jan Vroeger van Eco Intelligence en Anne Koudstaal van KWS Infra. Fijn dat jullie erbij zijn en fijn dat jullie onderdeel willen zijn van de dialoog van hoe te komen tot een gedragen nationale productcatalogus, het circulaire alternatief. Even een kleine aftrap. Wanneer deed je voor het laatst iets voor het eerst? Dat is een grote uitdaging waar we allemaal voor staan in de huidige tijd waarin we leven. En misschien voor maart kon je je niet herinneren wanneer je voor het laatst iets voor het eerst deed. Ja, misschien op een vakantie. Maar vandaag de dag worden we op alle fronten gechallenged om onszelf opnieuw uit te vinden. En dat roept allerlei uitdagingen op, maar dat biedt ook allerlei kansen. En dat is vooral waar we het vandaag over willen gaan hebben. Als we het over nationale productcatalogus hebben, kun je natuurlijk zeggen, we willen iets functioneels inrichten met hele duidelijke kaders van, deze herkennen we inmiddels allemaal wel, houd 1,5 meter afstand. Maar inmiddels, en de inventarisatie die we aan het maken zijn bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, merken we eigenlijk dat er een tal van aspecten zijn die van waarde zijn om ook onderdeel te maken van een nationale productcatalogus. En dat is niet altijd uit te drukken in harde feiten. En dat is ook dan misschien de manier waarop je kan communiceren. Dus je kan zeggen, houd 1,5 meter afstand. Of je kan ook zeggen, ik houd 1,5 meter afstand van jou. En dan krijg je eigenlijk alweer een andere lading in wat je met elkaar zou willen bereiken. Om de context maar even te creëren, want we hebben het natuurlijk altijd over grondstoffen. Mogelijke grondstoffen, schaarste op specifieke materialen is even. Hoe lang zijn wij op deze aarde? En als we even de kalender nemen van een jaar, 365 dagen... dan deed de mens pas een entree op 31 december, zeg maar de laatste dag van het kalenderjaar. Dus even perspectief van de aarde, 3,8 miljard jaar oud. Is dat 1:12 dat de mens hier onderdeel van uitmaakt. En we weten inmiddels allemaal dat de manier waarop we met grondstof omgaan, met producten, dat verbetering in zich heeft. En dat is ook eigenlijk het vertrekpunt van een nationale productcatalogus. Hebben we wel voldoende zicht op die producten die er zijn? Hebben we voldoende zicht op alles wat we verspillen? Dit is een recentelijk onderzoek waar het ook gewoon keihard in tonnen en euro's, in dit geval dollars, wordt uitgedrukt. Dus van groot belang is van, kunnen we daar samenhang in creëren? Kunnen we in al die meetmethodieken die er zijn, een gemeenschappelijk vergelijkbaar platform gaan creëren. Dat is de vraag die we hebben. Eén ding is hiervoor zeker, en dat delen we met elkaar, is dat we met elkaar maar op één aarde leven. We weten allemaal dat we hier waarde aan hechten. Dit is een recentelijk beeld wat ik maakte afgelopen weekend op Terschelling. En als je daar zo naar kijkt en we maken er dit van, dan moeten we ook gaan zorgen dat er weer balans komt. En die balans die wordt zwaar op de proef gesteld. Dat zien we aan de mensen die hier onderop deze foto staan. Maar je ziet ook dat de markt enorm aan het reageren is. En dat is natuurlijk een heel erg een mooie eerste stap die plaatsvindt. En die zie je reageren door stromen in kaart te gaan brengen. Dus wat gaat er een stad in? Wat gaat er een stad uit? Wat gaat er een gebouw in? Wat gaat er een gebouw uit? Wat stop je in een productieproces? Wat komt er uit een productieproces? Er komen ook allerlei inzichten steeds meer naar voren. Hoe gaan we meten? Wat is losmaakbaarheid? Wie zijn nou koplopers? Wat zijn de ervaringen die we hebben op projecten? En daarbij is er ook een grote roep aan het ontstaan bij de markt van, ja, wij zijn ons aan het onderscheiden. Maar hoe kunnen we dat zichtbaar maken?
En hoe kunnen we ook al die kansen en al die initiatieven die er zijn op een hele slimme manier gaan combineren, zodat we ook tot een gedragen nationale productcatalogus kunnen gaan komen. Want die producten die zijn er volop, maar nog niet zichtbaar voor iedereen. Projecten proberen zich te onderscheiden, hoe kun je ze vergelijken? De claims die zijn soms heel erg, wij zijn 100% circulair, maar dat draagt dan niet eigenlijk altijd bij aan de stappen en ook de vergelijkbaarheid die je zou willen tussen projecten. Dus je zou je kunnen voorstellen, en dat is ook de algemene vraag die hier nu op tafel ligt, is, zijn er randvoorwaarden, wensen, behoeften, eisen die we willen gaan stellen aan een nationale productcatalogus? Kansen om te combineren. En we gaan eerst even een eerste reactie ophalen bij de deelnemers die jullie voor jullie zien. Anneke, mag ik jou als eerste het woord geven? Je zit in het midden van mijn scherm. Wat is voor jou het nut en noodzaak van een nationale productcatalogus, kijkende vanuit het perspectief van Rijkswaterstaat? Ja, ik zit bij mezelf ook in het midden, wat leuk. Als opdrachtgever zijn wij natuurlijk, geven wij heel veel voor heel veel netwerken opdrachten. Maar dat zijn ook spullen die heel lang in de buitenruimte staan. Dus als iets een circulaire claim heeft in zo'n catalogus, dan moet ook duidelijk zijn wat dat over 50 jaar betekent of over 20 jaar als er reparatie plaatsvindt of als dingen opgeknapt moeten worden of van het areaal gehaald moeten worden. Dus het heeft ook te maken met over de langere termijn. Hoe circulair is iets over 50 jaar en niet alleen over 5 jaar. Ja, jullie hebben ook zelf een eerste aanzet gemaakt voor een catalogus met producten die het circulaire alternatief in zich hebben. Hoe zou je daar een volgende stap mee willen maken? De eerste catalogus ging echt alleen over wegmeubilair, want dat is ook het project waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. In de volgende stap zou dat dus breder moeten zijn, zou het over meer producten moeten zijn. Dus ook het staal en beton en dat soort zaken die veel toegepast worden. En dan moet er een veel eenduidigere meetmethodiek aan vast. Nu hebben we is het meer een kansencatalogus, ideeën waar collega's uit kunnen putten. Maar voor een volgende stap zou die twee elementen er veel meer aan toegevoegd moeten worden. Nou, mooi, zoals je dat zegt, jullie zijn natuurlijk vooral actief op infra en buitenruimte. Vanuit Cirkelstad bekijken we het met recht op drie niveaus: infra en buitenruimte, vastgoed en interieur en facility management. Jim, mag ik jou vragen? Vandaag even als representant, je hebt natuurlijk allemaal dubbele petten op, maar even als representant van, wat zou belangrijk zijn voor de vastgoedmarkt als je het hebt over een nationale productcatalogus en waar zie jij de uitdaging? Laat ik beginnen met de uitdaging. Ik vind eigenlijk extreem pervers dat alle zichzelf circulair adviseur noemende partijen, zoals wij ook zijn, allemaal in Excel van die databases aan het bijhouden zijn, die niet actueel zijn, maar waar dan een aantal prachtige circulaire producten in opgeslagen zijn. Om zelf een beetje te kunnen adviseren. Daar moeten we mee kappen. Daar moeten we gewoon mee stoppen. En we moeten alles op één hoop gaan gooien. En dat op één hoop gooien, dat is de uitdaging. Want iedereen heeft zijn eigen businessmodelletje, belangetje. En dat moeten we denk ik gaan alignen. En dan wel langs de lijn van de inhoud. Dus niet alleen sturen op allerlei technische aspecten rondom circulariteit. Maar ook financiële aspecten, sociale aspecten. In de vorige breakout sessie hadden we het heel even over true value, het waardemodel. Nou, misschien moeten we dat gaan introduceren. En dan dus een integrale afweging kunnen maken voor producten. Daar pleit ik voor. Nou, ik vind dat mooi dat je zo eens inbrengt. Mensen zeggen dan wel eens, ja, maar Jim, dan ga ik veel te complex maken. Ja, en dus? Dan is het moeilijk of zo? Dan moet je lekker blijven roepen en dan gaan wij het wel doen met dit groepje en de deelnemers in deze sessie. Kijk, heel goed. Dank Jim voor de voorzet. Remy,
actief op het gebied van interieur. Nog niet facility management, hè, dat zit er niet bij. Wat vind je hier wat Jim zegt? Moeten we dat samenbrengen of blijven jullie lekker je ding doen en zeggen van wij doen ons ding en het is goed zo? Heeft je microfoon, Remy? Ik ben niet te horen. Ja, daar ben ik. Ja. Ja, ik sluit volledig op aan wat Jim zegt. En intern hebben wij ook wel discussies hierover. Ja, we moeten het eigenlijk allemaal bundelen. Mijn ervaring ook met Inside Insight is dat elke interieurarchitect, ontwerper, facilitair, inkoper zijn eigen Excel-sheet heeft. En daar heel veel tijd en energie in steekt. Maar uiteindelijk altijd moeite heeft met, ja, hoe vergelijk je het uiteindelijk nou, producten en materialen met elkaar? En ik denk dat het eigenlijk, ja, voor de bouw in zijn geheel hetzelfde is. Dus ik denk, er is heel veel informatie, er is heel veel kennis. En dat kunnen we echt heel mooi faciliteren op één manier. En wat ik in het vorige gesprek ook al aangaf, ik denk dat er ook een heel groot kennisgebrek is. En dat we daar ook heel veel op kunnen sturen. Dus hoe lees je die informatie, hoe gebruik je het, hoe interpreteer je het. En dat we dat ook goed faciliteren. Want volgens mij, heel veel informatie is er al. Maar weet ook niet iedereen het goed te vinden, omdat het overal staat en goed met elkaar te vergelijken. En we moeten iedereen ook leren, want ja, wij zijn er allemaal zelf mee bezig. Maar een heel groot deel van de markt is er misschien, wil er wel mee bezig, maar weet niet zo goed hoe. En ik denk dat we die rol ook op ons moeten nemen, samen. Ja. En als ik dan kijk naar het totaal van, we hebben een nationale milieudatabase, is dat eigenlijk iets van waar je... Het idee is goed, alleen we moeten dat verder uitbreiden. Voor iedereen toegankelijker en begrijpelijker. En ook qua producten en materialen uitbreiden. En wat bedoel je dan met toegankelijker? Want ja, de Nationaal Milieudatabase is al gegeven. Wat maakt het moeilijk voor mensen om daar nu... op wat weerhoudt ze ervan om daarin te gaan staan? Dan nou, wel, ik denk dat je, en dat is wat wij zelf tenminste ook proberen, van je kan op verschillende schaalniveaus dit gebruiken. Dus je kan het inkopen op een materiaal, een productniveau, maar je kan ook een heel project ermee beoordelen of inkopen of keuzes maken. Dus je hebt verschillende manieren van gebruik. En ik denk dat de Nationale Milieudatabase daar een hele goede basis voor is. Maar wel... nog te beperkt. Het zou mooi zijn als we daar alles mee zouden kunnen doen. En dat het ook voor iedereen op alle niveaus te gebruiken is, zeg maar. En daarbij ook, als je kijkt naar circulariteit, kunnen we daar ook nog echt wel een grote stap in maken naar de kennis daarover en hoe je dat beoordeelt, zeg maar. Ja. Ga ik naar jou, Julian. Er werd net gezegd, er zijn heel veel Excel-sheetjes, daar zou je mee op moeten houden. Je bent ooit heel enthousiast bij je afstuderen aan de slag gegaan. Jouw catalogus heeft volgens mij nu zo'n 1300... Ja, maar best duurzaam en circulair inderdaad. Ja. Precies. Hoe zie jij dat die database gaat vliegen? Ik wil ook even graag inhaken op wat Remy aangaf, omtrent de Nationale Milieudatabase. Het is heel mooi dat we allemaal nu zo'n eigen database hebben. En daar kunnen we onze adviesdiensten invulling mee geven. Maar het gaat natuurlijk pas echt vliegen en we gaan pas echt impact maken en die circulaire bouweconomie realiseren als de grote massa ook met dit soort materie aan de slag gaat. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om... ja, om het heel laagdrempelig te maken, om zeg maar in die database te kunnen komen, maar dat er wel strenge criteria zijn om daarvoor in opgenomen te worden. En daar moeten we gewoon het met z'n allen eigenlijk over eens zijn, welke criteria dat dan zijn. En wat je bij de NND ziet, wat voornamelijk een drempel is voor veel partijen, is zeg maar de kosten en de moeite die ermee gepaard gaan om daarin te komen. Heel veel bedrijven die hebben eigenlijk een LCA van een product. En vaak is dat van één product. Dat is het product waarvan zij denken dat die het meest duurzaam is. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Want dat is een aanname. En die zetten eigenlijk niet alle producten die ze hebben in de NMD. Omdat er elke keer zeg maar administratie bij komt kijken. Er moet een onafhankelijk toetser. Er zijn er slechts 20 van in Nederland. Die moet naar die data gaan kijken. En daar gaat gewoon tijd overheen. Dat toetsingsprotocol moet worden doorlopen.
En voor sommige bedrijven is dat gewoon een enorme drempel. Zeker voor start-ups. In de databases die we hebben zitten heel veel innovatieve start-ups. Die een product hebben of een circulair product aanbieden. Zij het demontabel, zij het hernieuwbaar of gemaakt van gerecyclede grondstoffen. En die hebben vaak, zeker aan het begin, niet de kans om ook een LCA-footprint te laten maken, omdat het gewoon te veel kost. Zeker als je die nog een keer moet laten certificeren voor de initiële LCA. Daarna nogmaals om in de NMD te komen. Ik denk dat de productcatalogus een heel mooi middel is om toch mensen inzicht te geven in de circulariteit van producten. En dat kan op de lange termijn kan het ook een aanzet zijn van als de producten dan wat meer bekendheid hebben gekregen, dat ze in de toekomst dat we dat ook weer verder kunnen gaan onderbouwen met LCA-data. Je hebt hier een belangrijk aspect. Hè, van, wij geloven ook zeker, hè, als Circusstad zeggen we zijn dit begonnen, niet omdat we het moeten doen, maar ik denk dat daar een draai aan gegeven, een push aan gegeven moet gaan worden. Ik zie dat Gert-Jan net... Ja. Door willen sluiten. Die komt zo weer terug, mag ik hopen. Even over, en dat is misschien even een leuk uitstapje, aan de Koudstaal. Jij zit nu in mijn midden, alsof het zo mag zijn. Jullie hebben een product. Niet alleen geregistreerd, maar jullie zijn ook gaan certificeren. Wat gebeurt er als jij niet alleen iets registreert en zomaar iets claimt, maar dat je het ook moet gaan onderbouwen? Wat gebeurt er dan? Je wordt natuurlijk echt gechallenged. Dus het is niet meer gewoon een mooi verhaal. Je moet echt aantonen dat je dat ook doet. Dat is het leuke van een certificering natuurlijk. Je krijgt wel echt een challenge mee van laat maar zien dat dit ook klopt. En dan kom je ook tot nieuwe inzichten. Van bijvoorbeeld, als voorbeeld bij ons, wij gebruiken gerecycled kunststof om complexe plastic wegen te maken. En uit de certificaat kwam eigenlijk van hoe loopt nu dat grondstoffenproces van gerecycled kunststof? En hoe kunnen we aantonen dat die 70% gerecyclede plastics ook echt werkelijk in die plastic rood zit? Dat was inderdaad iets. Op dit moment kunnen de leveranciers dat zelfs nog niet aantonen. Dus daar zijn we nu ook naar aan het kijken. Van hoe kunnen we dat in de toekomst ook echt vastleggen dat het er echt in zit. Dus dan moet je eigenlijk een soort met een grondbalans gaan werken. Van dit is naar de leverancier gegaan. En dit is op het moment van produceren ook weer verwijderd van het terrein. Ja, en dat is lastig, maar moet mogelijk zijn. Mooi. Ja, blij dat je weer terug bent, Gert-Jan. Ik denk even, die is er klaar mee. Die trekt zich terug, maar nee, je verbindt je weer. Wat Julian net zei, even een belangrijk ding toch wel. We kennen de Nationale Milieudatabase. Jij houdt je erg bezig met meetmethodieken. En hoe kunnen we dingen vastpakken, kunnen benoemen. Harde waarden, maar ook steeds meer zachte waarden. Hoe zie jij... mag je ook zo op reageren? Ik zie je een beetje schudden. Hoe zie jij een voortraject? Hoe kunnen we een hele stabiele opmaat gaan maken naar een NMD toe? Die is schijnbaar nog een stapje te hoog. Wat kan daar voorkomen? Wat bij gaat dragen aan uiteindelijk misschien een registratie daar, maar wel om mensen eigenlijk die eerste aanzet te geven, het eerste inzicht te geven en stapsgewijs misschien naar een nationale milieudatabase toe te groeien. Hoe zie je dat voor je? Kijk, het belangrijke wat in het Nationale Milieudatabase systeem gebeurt, is dat aan de ene kant klopt het dat de drempel hoog ligt, omdat er gewoon alle checks plaatsvinden en reviews plaatsvinden, en daar misschien ook een aantal mensen nog beperkt is. Maar dat garandeert ook wel een bepaalde kwaliteit. Dus dat de zaken ook gewoon goed gecontroleerd en gecheckt zijn, zodat je ook kan bouwen op de waardes die eruit komen. Dus dat is iets waar natuurlijk, als je praat over een database voor circulariteit, wil je natuurlijk ook dat de cijfers kloppen. Buiten het feit dat je wel met elkaar een meetsysteem moet afspreken. Maar er moet een balans plaatsvinden tussen goede kwaliteit die gegarandeerd is en een lage drempel.
Dus als we daaraan kunnen werken, ik heb ook nog geen oplossing, maar als we daaraan kunnen werken, zal dat heel goed zijn. En... Wie zou daarop willen reageren? Nou ja, ik zeg het standaard, maar dat is niet, kan twee kanten op. Ik heb wel wat moeite met de huidige opzet en hoe er wordt omgegaan met de NMD. En ik weet nog niet zo goed of het nou heel positief is om dat te zeggen. Maar ik vind het wereldje rondom alles wat met LCA's te maken heeft in bouw en vastgoed, vind ik best wel klein. Om een of andere reden. Het zijn best wel dezelfde partijen. En ik zoek ook daar wel naar een soort van... Daar zou ik ook wel wat verbreding willen zien of zo. En ik weet niet of ik dan allerlei mensen tegen hun schenen schop. Dat maakt zich ook niet uit. Maar ik zou het wel mooi vinden, ook in de chat gaat het daarover. Hè? Zou je een gelaagdheid willen creëren? Als je een soort van quickscan voor een VO nodig hebt. Ja, dan heb je misschien wel niet al die LCA-data nodig voor dat eerste initiële begin. Dus ik zou ook wel naar een soort van... Ja, gelaagdheid daarin willen, maar ook een gelaagdheid in dus de data die je kunt opvragen. En nou ja, daar ben ik wel een beetje zoeken naar. Ik ben ook wel benieuwd wat anderen daarvan vinden. Het woord incestueus klinkt een beetje, dat is wel heel scherp voor zo'n discussie als dit, maar het is wel heel erg gesloten, vind ik. Nou ja, ik wil er kan wel op reageren, want ik ben daar één van. Nou, dat was geen verwijt. Ik denk een kwestie van vraag en aanbod is. Het groeit nu hard en de belang is ook enorm gegroeid. Hè? Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers in de infra die aanbesteden waarin het belangrijk is. Nou, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus er zijn heel veel mensen nu ook, zeg maar, nu net van school verlaten, van de universiteit verlaten, die ook gewoon in de LCA deskundigheid opbouwen en zometeen ook op die lijst komen te staan omdat ze zo lang meedraaien. Natuurlijk ook gewoon in BNI, in voor de rest in de bouw, het feit dat je een NPG moet maken, dus een milieuprestatie voor gebouwen moet maken, dat gaat ook helpen. Dus het neemt gewoon toe. Ik denk dat vraag en aanbod is, en wat dat betreft is het geen gesloten wereld hoor. Het staat gewoon open voor alles en iedereen. Het is gewoon een kwestie van... Er is een markt en waar de markt is, is zou ik zeggen, bedrijven kunnen en individuen kunnen daarop aanhaken. Ja, en toch zou ik wel pleiten, maar ik wil niet het gras voor andermans voeten wegmaaien om het speelveld wat te verruimen of zo. Dus als ik bij CB23 kom, dan zie ik best wel veel dezelfde koppen. Je weet van tevoren al wie er is. Dus je weet ook hoe de bol gaat lopen, zou ik maar zeggen. En andere bloedgroepen toevoegen, misschien wel uit andere industrieën, vind ik best wel interessant. Om daar ook eens over na te denken. Maar een hele andere discussie misschien. Hier komt een vraag binnen van André Dreug aan jou, Jim. Moeten we de organisatie achter de NMD breder gaan maken? Je kent ze. Er zitten natuurlijk belangen. Hè? Er zit ook een verdienmodel, een bekend motto ook bij jou van leuk als we dingen kunnen doen. Maar als er geen goed businessmodel op zit, dan gaat het ook niks worden. Ja. Hoe kunnen we dat verbreden? Dus hoe kun je op een deugdelijke wijze verbinden aan een NMD? Als dat iets is wat toch al... veel kwaliteiten, nog niet alles. Hè? Nou, er zitten een aantal partijen hier in deze breakout sessie die iets zouden kunnen toevoegen. Dus verbreden lijkt me goed. Overigens, volgens mij is de NMD daar ook wel mee bezig. Dus in die zin zien zij dat zelf ook wel. Zijn ze ook wel aan het kijken hoe ze dat moeten positioneren. Er was ook geen aanval op de NMD in die zin. Alleen ik vind het wel mooi als we dat kunnen verbreden. Bijvoorbeeld alle kennis die nu bij Insight, bij Remy en vrienden allemaal wordt opgedaan uit die bedrijven. Ja, dat zou je breder willen inzetten ook. En de meesten die hebben overigens wel een LCA, denk ik, van hun product. Ik moet zeggen, ik ben niet recent op de site geweest. Ik denk dat dat ook een mooie verbinding is. Nou, ik wil daar ook wel even op inhaken, inderdaad. Want ik ben het ook wel met Jim eens van alleen LCA zegt ook niet alles. Zeker als we kijken nu naar circulariteit, zeg maar, heb je wel meer informatie nodig dan alleen een LCA. En ik denk uiteindelijk... Elke database of elk initiatief waar we het nu over hebben. Het is altijd de moeilijkheid in je wil goede informatie verschaffen. En daarvoor moet je wat doen. En in veel gevallen is dat dan nu LCA. Dat kost tijd, kost energie, kost geld. Maar je wil wel betrouwbare informatie. En je wil het zo breed mogelijk. Maar je wil het ook toegankelijk mogelijk. En die
balans zoeken is denk ik altijd de uitdaging met deze ideeën. En waarin we dus echt moeten kijken van ja, wat willen marktpartijen, wat willen gebruikers? En als we daar een richting in kiezen en daar dus ook met de hele markt vertrouwen in hebben, zowel vraag als aanbod, dan kan je daar ook voor gaan en zijn ook partijen bereid om daarin te investeren als ze weten dat je daar ook iets uit gaat halen, zeg maar. Dus ik denk dat de oplossing in dit zit, dat we één visie hebben waarin iedereen zich kan vinden en dat iedereen, zowel gebruiker als aanbieder, daar zich ook mee in meegaat, zeg maar. Nou, het is ook voor ons binnen Rijkswaterstaat, maar dat zal ook voor andere overheidsopdrachtgevers gelden, dat er heel snel claims ook de pers in komen en dat er dan intern hele ja, intense vraagstellingen op de duurzaamheidsmensen afkomen van ja, nu hebben we dit beton, kunnen we dat echt ook wel toepassen? Of we hebben dit biobased product, is dat wel zo goed? Dus je wilt voorkomen dat tot heel veel extra discussies leidt. Dus het moet aan de ene kant moet het inderdaad voor marktpartijen haalbaar zijn om het te kunnen uitvoeren. En dat horen we wel eens terug, dat best complex is. Ook niet alleen voor start-ups, maar ook voor kleinere aannemers. Maar het moet wel, ja, je moet uiteindelijk wel ook ergens op kunnen vertrouwen als opdrachtgever, dat je ja, niet weer met een nieuw biodiesel verhaal uitkomt. Van, oh ja, oh, daar zijn palmbomen voor gebruikt. Ja, dat is wel heel sneu. Dus dat is ook de balans waar je als opdrachtgever gewoon, zeker als het over grotere aantallen gaat, kijk, tijdens een start-up of tijdens een pilot of een proef of een innovatie, dan kan je daar nog wel mee spelen. Maar op het moment dat je dat natuurlijk grootschalig wil gaan toepassen, ja, dan moet je daar wel een zekerheid op hebben dat het ook over 20 jaar nog die claim nog overeind kan blijven. Hoe, wel even spannend, hè? Want je hebt het bedrijf over grote periodes van levensduur. Je hoort natuurlijk ook veel, we komen eigenlijk iedere dag tot nieuwe inzichten. Hoe zou dat ook kunnen passen in, hè? Want het ideale plaatje is natuurlijk nog niet te creëren. Hebben jullie daar al ervaring mee hoe je eigenlijk in de tussentijd de inzichten ook weer inbrengt in bestaande procedures. Dus dat je ook gewoon met elkaar bouwt naar het volgende niveau toe. Hoe zien jullie dat? Nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld toch. Er wordt nu toch vooral gewerkt met LCA's, omdat dat op dit moment de methodiek is die het meest uitgewerkt is en uitgekristalliseerd. En we hebben nu zelf ook voor producten categorie 3 LCA's laten maken. Die worden binnenkort ook aan de NMD toegevoegd. Om ook weer als een soort startmoment, zodat leveranciers daar weer op kunnen reageren. Dus het is wel het bouwen aan volgende stappen. En daar moeten wij denk ik als opdrachtgevers ook met de markt samen nadenken over wat is nou een goede methodiek en wat is nou de beste manier om dit soort dingen te meten. Ja, goed, en daar ligt dan natuurlijk ook de uitdaging, hè? Want een product is één, maar ik hoor jou ook een beetje zeggen, de keten, wie zijn dan ja, de leveranciers? Remy, hoe ver ben jij daar al mee met de producten die erin staan, dat ook de keten ingaat? Daar zit, hè, als je een keer ziet met je mee dat dingen beter kunnen, zul je toch ook die toeleverende partners nemen? Ja, nou, wat de ervaringen die ik hoor van onze partners, dus de producenten, zeg maar, die binnen de interieurbranche is, was LCA relativ onbekend en is dat heel groot geworden. En merk je nu ook weer de eerste feedback die je krijgt, dat producenten ook daadwerkelijk zoiets hebben van, oh, we hebben hier iets uit geleerd, of we hebben ons proces aangepast, of we gaan, eigenlijk ontstaat er dan een concurrentie, zeg maar, op duurzaamheid. En ik denk dat is uiteindelijk wat je wil. Niet alleen inzicht, maar juist dat er gestimuleerd wordt op verbetering. Dus ik denk dat een hele goede ontwikkeling is. En dat je daarmee ook de hele keten gaat raken. Ik wil ook nog wel even toevoegen, want het is niet alleen LCA, zeg maar, denk ik. Als je kijkt naar een circulaire economie, dus er zijn veel meer aspecten waar je naar moet kijken, willen we echt naar die circulaire economie?
En uiteindelijk denk ik ook aan kijk, voor interieur is het nog relatief makkelijk, maar als je op gebouwniveau gaat kijken, dan is het zo projectspecifiek, hoe wordt iets ontworpen, hoe wordt iets gedetailleerd, hoe wordt iets gemaakt. Dus ook daar zit nog echt wel een hele grote impact op als we kijken naar circulariteit. En is een productcatalogus daarvoor een hele goede basis. Maar ligt het ook altijd nog bij de gebruiker over hoe je het interpreteert en hoe je het op het project specifiek toepast, zeg maar. En de lamp gaat uit hier. Katjan, jij zit een beetje in de dynamiek van verschillende methodieken. Hoe praten deze partijen momenteel met elkaar en jullie die elkaar vinden om naar dat hogere niveau? Hè? Jim geeft aan, we moeten af van ieder zijn eigen Excel-sheetje. Ik zou ook willen zeggen, moet niet iedereen af van zijn eigen meetmethodiekje? En hoe komen we gemeenschappelijk tot een meetmethodiek waarvan iedereen één keer zegt, in ieder van ons wordt daarin herkend, maar heeft ook misschien daaronderliggend een specifiek onderdeel? Ontstaat dat daar al die behoefte? Ja, ja, uiteindelijk gaat het om draagvlak. En wij bouwen daar zie je wel een breed draagvlak. Er zijn veel partijen bij betrokken, van alle kanten. Dus dat vind ik een goede ontwikkeling. Tegelijk zie je dan bij Stichting Bouwkwaliteit, die de NND beheert, in ieder geval beheerde, hoe dat die structuur precies ontwikkelt, NND zelfstandig verder gaat. Dat stond daar naartoe, maar in ieder geval is het zo dat, dat daar ook een ontwikkeling plaatsvindt die net weer wat anders is. Dus dat vind ik dan niet handig. En ook op dit moment is op ISO-vlak iets gaande, maar dat zal wel even duren. En dat is natuurlijk ontzettend mooi als je zo meteen zegt, we hebben een ISO-standaard. Daar is Nederland enorm bij betrokken, dus ik zie het wel allemaal bij elkaar komen en harmoniseren. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dus het gaat om draagvlak. En wat belangrijk is binnen de Nationale Milieudatabase, dan, zoals het nu functioneert, is wel, en dat aspect is nog niet belicht, is dat het connectie heeft met allerlei rekentools. Zoals DoubleCalc, zoals NPG-berekentools. En dat zou bij circulaire waardes ook moeten. Dus dat je uiteindelijk gewoon hele gebouwen kan doorrekenen. Zover als dat gaat en kan ook, omdat natuurlijk, zoals terecht opgemerkt, gaat het ook om allerlei ontwerptechnische zaken. Of iets losmaakbaar is, of her te gebruiken is, enzovoort. Alleen, een connectie met de tooling is van groot belang. Dan is het van een Excel naar een online database, naar een continu bruikbaar systeem wat heel veel partijen gebruiken in hun dagelijkse werk. Als het gaat over keuzes maken in gebouwen ontwerpen en infrastructuur ontwerpen. Dus zo zie ik eigenlijk die verschillende tredes vormen. Als ik daarop in kan jaken, Gert-Jan. Ik denk dat is ook nog een beetje onbelicht in deze discussie, is het opvullen van materialenpaspoorten. Ik denk dat die database, als we die op een goede manier organiseren met elkaar, dat een heel goede bron kan zijn om ook dadelijk, als we aan de slag gaan met materiaalpaspoorten, om die op te vullen. Je ziet dat daar nu nog heel veel tijd in gaat zitten om die op te stellen. Dat hoor ik wel bij, niet alleen bij onszelf, maar ook bij andere partijen, omdat de informatie gewoon niet goed beschikbaar is. En als we die database goed inrichten met de juiste indicatoren, dan het is waarheidsgetrouw en we zijn het daar met elkaar over eens, dan kan het een heel goede voedingsbron zijn voor het opstellen van paspoorten, denk ik. Ik weet niet of iemand daar een reactie op heeft of een idee over wil delen. Ik wil nog even terugkomen op van Gert-Jan en ook op jou, Julian. Ik denk CB23 heeft hartstikke mooi werk geleverd met de documenten die er nu liggen. Dat is echt de methodiek wat mij betreft. Dat moet natuurlijk nog verder afgetikt worden, maar dat is wat mij betreft het uitgangspunt. En de instrumenten die de markt daarvoor ontwikkelt, gebaseerd op die methodiek, dat is aan de markt wat mij betreft. En daar denk ik dat daar gaat de komende tijd natuurlijk wel heel veel gebeuren. Dat er veel instrumenten gaan komen, maar als ze allemaal dezelfde taal spreken en dezelfde rekenregels hanteren aan de achterkant, heb ik er geen enkele moeite mee. Dus daar pleit ik
voor. En volgens mij iedereen reageert op Julian. Ja, ik herken dat invullen van paspoorten, dat herken ik heel erg. Dat arbeidsintensief is. Ik vind alleen dat er op dit moment ook al behoorlijk stappen worden gezet. Kijken naar bijvoorbeeld dat thema losmaakbaarheid, waar wij vrij veel mee bezig zijn. Daar zoeken we nu ook samenwerking op met ISO, waar natuurlijk de standaard details zijn ondergebracht vanuit SBA-keurnet. Om te kijken van kun je dat standaardiseren. Dus als je een bepaald detail gebruikt, dat een bepaalde losmaakbaarheid indicator aanhangt. En dat voor iedereen hetzelfde is. Maar, kijk, maar dat is één onderwerp, en zo hadden we er, kunnen we er 10 benoemen. Rondom toxiciteit is Remy heel hard bezig om allerlei dingen te bedenken. En zo moeten we denk ik het komende jaar, en zeker voor 2023, want daar wil ik echt voor pleiten. Het duurt me allemaal veel te lang, in die zin moeten we dat allemaal bij elkaar gaan brengen. En daar zou Stierkopstad, ik kan het nooit zo goed uitspreken, die 4 letters, GSES, Jesus, of weet ik veel. Die kan daar misschien ook in faciliteren, helemaal goed. Ja. Maar was niet echt een vraag. Ja, mooi. We praten vandaag op zich is dat heel mooi ook over gelaagdheid overal. Er zijn natuurlijk, zeker als je over een nationale milieudatabase of een LCA, dat zijn harde data die je daar kan inzichtelijk kan maken. Jim van Zijl zegt, jullie hebben natuurlijk een sport gemaakt van het item losmaakbaarheid. Word je ook van gezien? Jij noemde straks ook het aspect van maatschappij. Ik zie Anne Struik maar dat hier ook zeggen. Impact op maatschappij, mooie toevoeging. Wordt daar nu ook al naar gekeken hoe we dat kunnen gaan meten? Hè? Toxiciteit is misschien ook zelfs wel een beetje fluïde. Van, hè, wat is dan de impact van toxiciteit en hoe gaan we dat kwantificeren? Hoe kunnen we die ook goed meenemen nu? Hè? Het wordt vaak benoemd, maar hoe kunnen we die goed meenemen? Ja, het enige wat ik daar in ieder geval kan zeggen, maar misschien kan iemand anders daarop aanvullen, is dat wij bezig zijn samen met pre-consultants. Ik had het ook in de chat gezet, dat was vorige keer. En Access Materials Exchange, EME en Corporate. Om social impact kwantificeerbaar te krijgen. En dat is best wel lastig, want hoe vergelijk je in Azië of ergens gedelfde grondstoffen door kinderhandjes? Hoe vergelijk je dat met watergebrek in een Afrikaans land, doordat we dat nodig hebben voor bepaalde delvingsprocessen? En daar sterven heel veel mensen aan. Dat is echt een hele complexe puzzel, maar wel een hele interessante. Dit is wel het lastigste niveau hoor. Dus social return on investment meenemen, dat is al wel, dat kunnen we met de bouwblokkenmethode prima doen. Ja. Maar is het dan niet gewoon dat je beide niet moet doen? Wel of niet moet doen, want ik hoor die even niet. Beide opties. Als ze allebei even slecht zijn, moeten ze beide niet doen. Nee, het vergelijk was allebei heel slecht. Maar hoe vergelijk je dat? Dan moet je natuurlijk niet beide, moet je dat niet doen. Nee, dat klopt. Nee, maar goed, dat is ook de markering, denk ik, die nu heel belangrijk is. Hè. Er staan niet niks kansen om te combineren, want we weten dit eigenlijk allemaal al. Hè. En je duikt terecht in een moeilijk traceerbaar traject van waar het gebeurt, door wie het gebeurt en onder welke omstandigheden het gebeurt. Maar je ziet wel dat je natuurlijk die spelde prikjes al gaat geven op productniveau, dat je op een gegeven moment de keten ingaat. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het verschil gemaakt kan gaan worden. Naar jou, Anne. Jij hebt de Plastic Road laten certificeren. Waar hebben jullie prikjes gekregen als je zegt van, daar ligt een kans voor ons. Is dat in één keer goed bloot komen te liggen? Ja, ik denk het wel. Wat ik al aangaf, zeker in onze ketenanalyse, dus de grondstoffeninzameling en hoe we daarmee omgaan. Daar hebben we echt nog wel stappen in te maken. Iedereen, want ook ik kom uit asfalt. Ook asfalt heeft eigenlijk hetzelfde probleem. Je doet recycled asfalt toevoegen. Maar ja, hoeveel er precies in zit, is niet meer te achterhalen na productie. En dat heb je ook met recycled kunststof. En daar moeten we gewoon iets voor gaan bedenken, hoe we dat echt goed kunnen aangepakken. We hebben daar wel ideeën over. En wat gewoon verder heel goed is, wat wij doen, elke ontwikkeling binnen Plastic Road, proberen we altijd te toetsen op het gebied van die 3 dingen. Dus we hebben circulariteit, dus het 10M-model, we hebben dan NPI en emissies, eigenlijk dus er 1. En dan hebben we impact op maatschappij.
Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan van biobased plastic doen. Ja, uiteindelijk zien we dan dat MPI slechter wordt, want gerecycled kunststof is beter. Maar ook, gerecycled kunststof is nu een probleem. En daar moeten we iets mee. Dus daarom zeggen we, nou, dat is gewoon, als we dan alle drie de aspecten meenemen, zien we dat we daar gewoon beter op scoren. Ja, en ik denk dat het ook heel complex is wat wij doen. En niet iedereen doet dat. Maar ik denk dat de problemen die op ons afkomen nog veel complexer zijn. Dus ja, we zullen wel moeten om de juiste keuzes te gaan maken. En daar helpt het is ook heel stoer dat je die stappen neemt. Hè? Want het is, ik heb net even de link erop gezet van jullie product sheet, van je product. Want het is niet iets dat je intern doet, maar je deelt dat eigenlijk ook met de buitenwereld. Ja. Dus je laat ook gewoon zien waar je mee bezig bent. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke stap is. En een productcatalogus ook een platform voor zou kunnen zijn. Hè? Het is niet het ideale plaatje, bestaat niet, maar ga er maar in staan en ga er maar mee aan de slag. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, om het zomaar te zeggen. Ja, het is echt met je beeld. Zou ik daar een vraag over mogen stellen? Want ik drukte net op die link, Wietse, die jij had toegevoegd. Ik zie dan geverifieerd door Kiwa. En er zit een verschil tussen verifiëren en valideren. Ja. Dus ik was wel even benieuwd, wat betekent dat verifiëren dan? Want dat weten jullie dan, want ik ken dat niet. Deze fiets zie ik voor het eerst. Eigenlijk de data die is aangeleverd is dus uiteindelijk gecertificeerd, dus gevalideerd door de Kiwa. Dus alle data die wij hebben aangeleverd, daar is de Kiwa bij geweest. En die hebben echt hele specifieke vragen gesteld van ja, maar oké, toon dat dan maar aan. En dan moesten wij met documenten komen om echt aan te tonen dat we dat toepassen in het concept. Bijvoorbeeld binnen Plastic Road hebben we de afspraak met opdrachtgevers dat wij de elementen na levensduur terugkrijgen. Nou, dat moesten we ook echt contractueel laten aantonen dat dat zo is. En niet van alleen mooie woorden. Dat we dat nou, doen. Dat vind ik wel een goede toevoeging. Want verifiëren kan ook betekenen, ik verifieer het proces een beetje. Ja, weet je, dat dan netjes is ingeleverd in drievoud op een bepaalde manier. In een, maar dus er zit ook een validatieslag in, echt de controle. Oké, top. Ja, je wordt echt wel doorgezet. Ja, is wel goed ook. Dat is heel goed. Dat is heel goed. En dat maakt het alleen maar beter natuurlijk. En nu weten we ook wat ons nulpunt is. En waar we volgend jaar weer veel beter moeten gaan staan. Ja, en je lacht nog steeds, Anne. Dat vind ik ook belangrijk. Dus je hebt niet het gevoel van, ik heb het op oren gehad. Maar je hebt misschien een hele gemotiveerde prikkel gekregen van jongens, we gaan de volgende stap zetten. Nou, ik denk ook omdat we gewoon heel blij zijn dat we eigenlijk op basis van wat we al gedaan hebben, gewoon supergoed scoren op eigenlijk alles. CO2 zitten we op 50% reductie. Circulariteit zitten we gewoon veel hoger dan wat de markt op dit moment aankan. Ja, en ook dat is gewoon ons doel. Koplopen daarin zijn en blijven. En de markt laten zien dat het wel kan. Ik heb nog een vraag aan jou, Anne, of van anderen. Zien jullie dat CO2 reductie ten gevolge van meer circulair ontwerp of aanpak, dat ook in de roadmaps van gemeenten, woningcorporaties, die hebben dat allemaal nu in het leven geroepen, dat het ook wordt ingerekend. Ik zie ze alleen maar sturen op het thema energie. Heel pervers, heel raar. Want het thema circulariteit wordt niet meegenomen daarin, terwijl dat ook een CO2-impact heeft. En nou, wij doen daar wat dingetjes in en dan zien we dat dat toch wel tussen de 20% en 25% van dat energiegedeelte ook beschouwen, dat is. Dus ik ben wel benieuwd of we dat dan ook meenemen in besluitvorming of zo. Noem je daarbij de regionale energiestrategieën? De roadmap? Nee, ik bedoel door circulaire producten toe te passen, of de plastic road, laat ik hem als voorbeeld nemen, ga je een bepaalde CO2-reductie behalen. Nou, die roadmaps, die door gemeenten worden opgesteld, die rekenen eigenlijk alleen maar CO2-reductie ten gevolge van energetische maatregelen in, helemaal niet met circulair. Dat is echt een quick extra win, zou ik maar zeggen, als ze die ook gaan inrekenen. Moeten ze natuurlijk wel naar gaan handelen, want dan moeten ze wel op het thema circulair ook gaan nieuwbouwen, renoveren, nou, et cetera. Ja, ja. Dus die bedoelde ik. En ja, dat zeker, absoluut. Kijk, wat wij eigenlijk doen is wij sturen op MPI en dan circulariteit. En eigenlijk alles haakt in elkaar, dat zie je gewoon. En versterkt elkaar alleen maar. En doordat je stuurt op MPI, dus eigenlijk op je emissie en je milieu impact.
bij de laatste. Dat, dat je altijd automatisch energie moet meenemen. Dat is een architect bij Arnhem. Een van het uitvoeringsteam Sikkelen. Nu ook doorheen, ik kun je niet goed verstaan. Gaat het eens doorheen? Ik moet de main stage er doorheen, dus misschien moeten we naar een afronding bietsen. Ja, we gaan, ik krijg net het signaal dat de main stage weer, weer aftrapt. Mag ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzichten, jullie energie. Dat is voor mij op dit moment het belangrijkste om die volgende stap op te gaan zetten. We gaan elkaar opzoeken en we gaan kijken of we, zoals Jim netjes aangeeft, naar 2023 hier een hele gestructureerde beweging van kunnen gaan maken. Dank voor alles en we gaan elkaar zien. Tot ziens. Dankjewel. Dankjewel.